Oké. Okay. Maar je refereert er dan naar. Mag ik nog verder? Ja. Jij mag zeker verder. Nee. Oké, okay, niet. Wat blijft het? Moet je nadenken? Ik zit zeg maar niet te wachten op een of ander ruzietje met jou, Ger. Ik denk alleen meer, als jij gisteren zo'n grote mond hebt over... en niemand is betrokken, niemand komt ons helpen, niemand komt met ideeën, niemand is positief. Ik kom wel fucking met ideeën. Kwam jij met ideeën? Voor? Podiumvrees? En als jij mij had gevraagd om als... Gevraagd, ja, tuurlijk. Ik kom wel zelf naar Jordi en zeg van, joh, dit of dit of dit of dit. En dan hoef ik niet sociaal verplicht te worden om op hakken te lopen. Dan ben je toch fucking... Dan klopt het toch niet? Ik snap niet waarom je continu de noodzaak voelt om te schelden. Ik vind het vooral heel raar dat jij een verhaal begint over betrokkenheid en dan niet meedoet. Dat is alles. En aan jou goed recht of je dat wel of niet wil doen. Prima. Wil je niet doen, maar begin dan ook niet over een verhaal met betrokkenheid. Maar betrokkenheid is er ook om erbij te zijn, hè? Ja. Om te laten zien dat je ervoor staat. Ja, en dat doe ik wel. Ik vind dit half werk. Ja, en alle hulp was aanwezig. Jullie wouden dat in eigen beheer houden. Er zijn nog mensen aan... Wie heeft dat gezegd? Mag ik heel even blijven? Er zijn nog mensen aan de eettafel geweest die zeiden van... Wat is nou de bedoeling met de videoclip, dit en dat? Toen hebben jullie gezegd, we hebben dat in eigen beheer. Wij gaan zelf uitkijken of het binnen ons idee past. Dus jullie hadden daar verder je ding over. En als je dan hulp nodig hebt, dan heb je er om te vragen. Dan gaat toch niet iedereen ging over... in je rug lopen hijgen van... kan dat ik nog wat doen? Moet ik nog wat helpen? Dat ging over dansen van Frenny. Ja, dat is toch onderdeel van de dance? Ja, natuurlijk. Dat fixen we zelf. Maar ik heb nooit gezegd van jongens, de videoclip dat die runnen wij zelf. En alle voorbereidingen jongens, die runnen wij zelf. Je hebt toch gewoon een mond? Je kan toch vragen om hulp als je hulp nodig hebt? Maar je kan toch zelf ook uit je dop zien? Ik hoef je toch niet je nee, maar we hebben het toch over betrokkenheid, of niet? Ik wil jou helpen, als je hulp nodig hebt. Ja, maar je kan wel negatief lullen over alles. Als je hulp nodig hebt, dan vraag je. Waar loop ik negatief over te lullen? Nou, over podiumvrees, over de nummers, alles. Ach, ik vind het nummer ook niet sterk, nee, ik vind het rommel. Je hebt alleen maar lopen tetteren. Negatief, hè? Negatief. Wat nog meer? Oh, wat een betrokkenheid. Super. Naast de kwaliteit van het nummer, hè? Waar ben ik negatief over geweest? Vertel maar. Maar wat heb je... Even antwoord op deze vraag. Waar heb je aan bijgedragen? Ik... vond het gewoon één grote wanvertoning. Ik wou er niets mee te maken hebben. Ja, precies. En daaruit vloeit ook mijn betrokkenheid. Betrokkenheid. Ja. Zeker, zeker. Maar als je mij om hulp vraagt, dan ben ik daar voor je, Ger. Ja. En heb je mij om hulp gevraagd? Nee. Heb je die hulp dus gekregen? Nee. Is het raar? Nee, natuurlijk niet. Het is toch jouw evenement? Jij bent daar jouw evenement? Je vreet er toch ook fucking je brood van, of niet? Van het evenement? Ja. Het is leuk voor de winnaar, Ger. En dat ben maar ik je eet er toch ook van, of niet? We stonden toch gewoon in het groen. We hebben 5,8 verdiend. Van deze klotezooi. Dus dan zouden we sowieso nog 4,2 in de winst staan. Tuurlijk, Ger. Tuurlijk. We vreten daar allemaal ons brood van. Nou dan. Maar als jij gisteren de verwijtkaart speelt, te weinig betrokkenheid... en je bent vandaag te beroerd om je bijdrage te leveren aan een leuk iets wat is bedacht... dan denk ik, wat ben je aan het doen? Wat is betrokkenheid, Jens? Wat is betrokkenheid? Leg het maar uit. Je wil de definitie horen. Ja. Betrokkenheid. Iemand die ergens bij betrokken is. En in die zin... Ben ik erbij betrokken geweest? In brede zin zijn wij allemaal betrokken bij alles wat hier gebeurt, Ger. Super! Nee, dat was niet zelfs al ben je er niet bij, dan ben je ook betrokken. Ja, tuurlijk. Nee. Nu geef je geen antwoord op mijn vraag. Wat is betrokkenheid, Jens? Wat is betrokkenheid? Ik durf je de definitie niet te geven. Maar ik hoor hem graag van je, Ger. Ga het maar zeggen. Ga het maar vertellen. De Nederlander. Jij weet het toch zo goed? Ik weet het niet. Want jij spreekt maar over betrokkenheid. Ja. Maar ik ben er toch bij betrokken, of niet? Ik zit er toch gewoon bij. Ik ben erbij. Ik heb er een mening over. Ik zeg iets tegen Jordi over dat. Ik ben betrokken. Ja, ik vind het te beperkt. En ik had gewoon graag gezien dat je ook al deelde. Te beperkt? Nou, super. Maar dat mag maar, ik vinden. Net als dat jij niet mag doen of je mag deelnemen, maar je mag ervoor kiezen om het ook niet te doen. Dat is prima. Ja, maar omdat ik dan betrokkenheid wil creëren en ik wil niet op hakken lopen, dan moet ik dat maar aan de kant zetten. Omdat jij wil dat ik... hoeft niet. Maar als jij, zeg maar iets, je vindt het ongemakkelijk om op hakken te lopen of je voelt je daar niet prettig bij, dan mag je dat ook gewoon zeggen. Nou, dat, en dan dat heb ik het. Daar gewoon vrede mee. En als ik dan vraag van, nou, ik vind het raar dat je niet meedoet, want je steekt gisteren een verhaal over betrokkenheid. En je vertelt me dan vandaag van, nou, ik voel me gewoon niet prettig bij het lopen pakken. Tuurlijk, dan hoeft het niet. Nee, maar dat vind je niet. Vind je niet dat ik het raar mag vinden als je zelf begint over betrokkenheid en dan zelf niet deelneemt aan een activiteit? Maar als ik niet op hakken wil lopen, dan ga ik er niet op hakken lopen. Nee, dat is prima. Yo, dus heb je me daarna uitgelegd. Nee, als het en dat is prima. Als het normaal op sneakers is, doe ik alles overal aan mee. Maar ik ga niet op hakken lopen. Dat is gewoon iets, dat wil ik gewoon niet. Nou. En op hakken lopen is ook wel wat anders dan een telefoon vast. Yes, mag ik dit gewoon met Ger doen? Ja, nee, maar ik vind het allemaal een beetje onredelijk. En ik begrijp dat je nu op dit moment terugkomt op hetgeen niet betrokken. Maar wat we nog ook even hebben terug gezegd bij de voorbereiding van het evenement. Wil je hier niet aan meedoen, dan bedenk je wat anders. Mag dus ik... het enige wat er dan nu van Ger verwacht wordt, is dat hij een andere leuke maar actie mag heeft. Ik dit met Ger bespreken? Want de vorige keer heb ik een gesprek met Merel, dan kom je erbij. Heb ik een gesprek met Ger, kom je erbij. Je bent altijd bij de discussies die ik voer, maar... Je bent gewoon aan het wachten totdat je iets nee ziet.
Maar als je wat ik toch vinden, dat is toch wat je aan het doen het is. Gisteren heeft hij dat gezegd, vandaag gebeurt het. Vind je het heel gek dat ik de twee activiteiten met elkaar link? Nee, maar je trekt hem wel uit context. Want we hebben daarvoor ook gezegd, wil je niet meebellen, bedenk dan wat anders. Dus als hij uiteindelijk zijn betrokkenheid dan door iets anders te bedenken, dan is er niks aan de hand. Maar yes. Trekt hij nu volledig zijn handen ervan af, dan is hij een ass. Ik heb gebeld in eerste instantie. Of nee, niet in eerste instantie. Ik gaf aan dat ik het niet wou, omdat ik niet wist wat de prijs was. Heb ik uiteindelijk wel gedaan. Maar had je gevonden dat ik betrokken was bij het bellen als ik bij het bellen had gezeten, maar niet had gebeld? Want dat is een beetje nu de situatie die bestaat, hè? Van nou, ik doe niet zelf mee, maar ik ben er wel bij. Ben ik dan betrokken genoeg? Nou, dan ben je in principe gewoon wel aanwezig. Maar als je op een andere manier je betrokkenheid voor het evenement laat zien en je ervoor inzet, dan is het ook prima. En daar ging het ons gisteren om. Het was niet alleen de telefoontjes waar mensen niet bij betrokken waren. Het was het hele verhaal. En het begon al bij de presentatie op het strand. Maar Jens, jij weet... Volgens mij heb ik toen zelf nog de kaarten ook online gezet. En mag ik dit verder ook weer doen met Ger? Want als ik iemand bijval of iemand anders kon mij bijvallen, dan wordt hij daarop afgestraft. En jij komt altijd iemand te hulp schieten alsof dat nodig is. Want volgens mij kan Ger het prima zelf. Over iets wat wij met elkaar hebben. En tuurlijk ben jij er ook onderdeel van, omdat jij ook in de organisatie van het evenement zat. Maar als Ger nu boos is op mij, omdat ik hem verwijt dat hij niet deelneemt aan een hakrace, dan is dat toch gewoon iets tussen ons. Daar kunnen wij dat toch gewoon mee. Nou ja, je komt op dit moment kom je terug op iets wat we gisteren hebben uitgesproken. En het was niet eergisteren, het was gisteren. En dan vind ik dat ik het recht heb om het ook in zijn context te plaatsen waarin het bedoeld was. En dat is van begin tot eind, wekenlang, misschien wel anderhalf, twee maanden lang, ja, waarin mensen geen betrokkenheid hebben laten zien. En als je dan uiteindelijk de keuze maakt om niet op hakken te willen lopen, dat vind ik een heel ander verhaal. Ik heb het ook gedaan, maar ik had me ook kunnen voorstellen dat ik zelf had gezegd, ik voel er gewoon weinig voor om voor een half miljoen mensen tuurlijk, te pakken. Maar er wordt een situatie geschetst waarin Gerrit altijd voor iedereen klaar staat. En als Gerrit een keer om hulp vraagt dat niet de situatie is, en dan denk ik van, nou, stel dat je teruglinkt aan bijvoorbeeld de filmavond. Tuurlijk is daar van alles gebeurd. En tuurlijk was het jouw goed recht om daar ook niet aan deel te nemen. Maar je kan, zeg maar, jouw evenement en jouw betrokkenheid bij jouw eigen evenement of jouw betrokkenheid bij een ander evenement, kan je niet zo heel vaak meten. En dit was even zo'n meetmoment van, ben je erbij, doe je mee. En ik vind, wij zijn gewoon met 6 man. Je laat dan ook met 6 mannen dat hele idee omarmen. En als je dan denkt van, nou, ik voel me daar ongemakkelijk bij, dan is dat prima. Maar dan kan ik dat toch wel gewoon zeggen zonder dat daar gelijk emotie bij hoeft te komen kijken. Nee, maar het werd ook wel even een beetje opgeshowt. Maar opgeshowt? Maar luister Jens, jij weet net zo goed als ik dat ik niet de beroerdste ben om deel te nemen aan promoactiviteit. Dat weet jij wel. Toch? Of is dat iets compleet nieuws? Zie je dit altijd gebeuren? Nou, we hebben niet heel vaak promoactiviteiten. Maar als ze er zijn, dan doe ik altijd wel mee. Ja, ik denk nu even terug aan bijvoorbeeld dat slaan met die mol, daar was je inderdaad bij. Bij de country dance, daar was je... Hula hoepen vond ik ook niks. Was ook niks voor mij. Heb ik ook niet aan meegedaan. We hebben wel vaker groepsactiviteiten waar je niet aan meedoet. Mm-hmm. En een hula hoop is er één van. Bijvoorbeeld dat springen op die kangaroo dingen. Of als we een keer een yogales krijgen. Maar dat is geen promoactiviteit. Nee. Dat is gewoon leuk omdat we het gezellig moeten hebben hier. En als ik daar niks van voel. Als ik zeg van joh, daar heb ik goed recht, natuurlijk. Dan vind ik dat prima. Maar als het voor een evenement is, ben ik altijd niet de beroerdste om gewoon mee te doen. Alleen met hakken vind ik het even net een ander ding. En dat weet jij net zo goed als ik. Het is niet omdat ik Jordi het niet gun. Of iets in die trend. En met het podiumvrees evenement was dat wel een beetje het geval. Mensen gunnen het ons niet. En dan gaan mensen minder meedoen of gaan minder betrokkenheid laten zien. En daar was het allemaal op gebaseerd. Het ding is, de organisatie van het evenement lag gewoon in select gezelschap. Zodat we dat bij alle evenementen hier doen. En als de organisatie van het evenement hulp nodig heeft, dan vraagt de organisatie van het evenement om hulp. En dat heeft de organisatie gedaan. Want de organisatie heeft heel vaak aangegeven, jongens, de kaartverkoop loopt niet goed. Kunnen we leuke promoacties bedenken? Kom even met ideeën. En is daar het idee uit voortgevloeid? De belactie. En daar linken nu alle... Mariska, hè? Ja, ja. Dat selecte groepje heeft weer... selecte groepje heeft weer iets bedacht om het weer verder te helpen. Maar uit andere hoeken komt het niet. Mm-hmm. En dat is waar ik op doel. Ik voelde niet de noodzaak om bij te springen. Volgens mij liep het prima door het groepje mensen die daar zich mee bezig hielden. En ik heb inderdaad niet die noodzaak gevoeld om daarbij te schieten. Maar als de organisatie zegt van joh, het loopt niet prima en we hebben echt hulp nodig bij promoactiviteiten, dan komt het niet, toch? Welke promoactiviteiten zijn er allemaal geweest, bijvoorbeeld? Ja, wat niet? Mag ik gewoon even de vraag wat wel, zonder hem terug te kaatsen? Optreden, met podium bezig, videoclip, tracks, enzovoort, enzovoort. Bellen hebben we gedaan, mailen hebben we gedaan. God, hebben we nog meer gedaan. Maar, zeg maar, dit was alles wat je kon bedenken en je had creatieve input nodig voor meer promoactiviteit. Of op zijn minst draagvlak. Snap je wat het is? Kijk, mensen vinden het, en dat begrijp je zelf ook als geen ander, die willen graag naar een evenement komen waarvan ze ook het gevoel hebben dat veel mensen erachter staan.
Dat is iets wat draagvlak creëert en dat vinden mensen leuk. Ze hebben geen zin om naar een evenement te komen waarvan de helft van de groep de houding aanneemt van ik heb liever dat ze falen. Tuurlijk, er zijn er juist ook daardoor een aantal mensen die wel graag komen om te laten zien, hé, we gaan ze laten zien dat wij ze wel steunen. Maar het is natuurlijk de lekkerste evenementen die draaien natuurlijk als het gedragen wordt door de hele groep. En we hebben de input vaak gevraagd. En of er dan uiteindelijk het gouden ei uitkomt of niet, dat maakt niet uit. Maar op zijn minst de betrokkenheid. Nou, zeg maar, ik kijk even naar dan mijn eigen betrokkenheid. Bijvoorbeeld als jullie de nummers hadden gemaakt en jullie vroegen de groep om te luisteren, was ik daarbij. Als jullie gingen optreden op het podium en jullie vroegen op ons om te komen, dan waren we daarbij. Toen ik het ging openen, toen heb ik zelf volgens mij nog het evenement ook online gezet, was ik bij. Het bellen in eerste instantie dan niet vanwege de prijs, maar zo is alles een beetje in een context, was ik indirect toch ook gewoon bij betrokken. Nou, en bij de voorbereiding van de videoclip dan niet, maar als er dan een soort van tekortkoming is voor de betrokkenheid of dat jullie steun hebben gemist, ja. Nou, aan de ene kant begrijp ik het niet, omdat alles wat jullie hebben gevraagd om voor ons om bij te zijn, daar zijn we geweest. Ik heb beperkte noodzaak gevoeld ook om te helpen. En ook beperkte wil ook om te helpen. Ik vond het wel best zo. Jullie deden dat lekker met jullie clubje en het was allemaal goed. Ja, maar dat is het dus ook, snap je? Kijk, je hoeft niet, en je bent er ook bij geweest als het je gevraagd werd. Alleen in een andere situatie, bij iemand anders, zou je wellicht ook op eigen initiatief je eigen input toevoegen. En daarbij hebben we ook vaker gevraagd om dingen te bedenken om de kaartverkoop te stimuleren. En daar is niet echt respons op geweest of creatieve input. Terwijl we echt wel een hoop creatieve mensen bij elkaar zijn. Maar ik moet zeggen dat ik dan het resultaat van de promoactiviteit ook van de groep mensen die wel betrokken is geweest, dan ook wel beperkt vind. Als dit alle creativiteit was wat erin zat. Nou, als je betere ideeën hebt, dan mag je ze nu ook spuien. Ja, we zijn er in principe elke dag mee bezig geweest. Hè? Nee, die ideeën die waren er wel, maar als je de box zo meteen gaat openen, dan zul je zien dat er nog best wat mensen met ideeën waren. Uiteindelijk. Ja. Omdat we aangeven, iemand heeft ons geholpen, zouden jullie ons hierbij willen helpen? Nee, inderdaad, die mosterd na de maaltijd, toen zijn inderdaad mensen alsnog met ideeën gekomen. Te laat natuurlijk voor de kaartverkoop, maar ook omdat er niet eerder echt iets is ontstaan waardoor we dachten van, nou, we moeten echt bijspringen. Nou ja, kijk, in principe hadden we natuurlijk voor minimaal 1000 mensen hadden we plek. Ja. En het zou zelfs 1500 kunnen worden. En als er dan gevraagd wordt, jongens, de kaartverkoop loopt niet zo goed. Wat kunnen we nog ervoor doen? Als we dan op dat moment de creativiteit van iedereen hadden gehad, dan hadden we wellicht tot mooiere dingen gekomen. En joh, als jij vindt dat wij te beperkt hebben gedacht op dat moment, niet out of the box en dat de uitkomst te weinig is geweest, uiteindelijk onderaan de streep is het een prima evenement geweest, maar er had meer ingezeten. Ja, ik denk niet dat er veel meer in had gezeten. Zeg maar, het eenjarig bestaan hebben we dan als referentiekader 800 kaarten verkocht. Zeg maar, een evenement rondom jullie twee. Ja, het is zeg maar niet iets wat dan zeg maar een groot ons ding is. Het is wel de focus, de release party van Jesse en Gerrit. Het krijgt nogal een stempel eigenlijk al vanaf het begin dat je aan het evenement begint. Ja. En is dit een hele logische uitkomst van de kaartverkoop. Maar ik heb ook in mijn verwachtingspatroon nooit ingezet op 1000. Zeg maar, ik vind dit prima en dit is ook naar verwachting. Maar heel veel meer zat er ook gewoon niet in, naar mijn idee. Als het vergelijkingsmateriaal Trouble in Paradise was, wat echt iets van ons allemaal is, echt iets heel groots waarbij we ook elke dag bezig zijn geweest op het terrein, misschien dat er dan wel helemaal niet heel veel meer dan dit in had gezeten. Ja. Maar qua input had er wel meer in gezeten. Of dat dan uiteindelijk het resultaat had gehad van bijna verdubbelde kaartverkoop? Waarschijnlijk niet. Hadden er 50 of 100 bijgekomen? Misschien wel. Maar in ieder geval, kijk, dan hebben we het niet eens over het resultaat wat eventueel zou opleveren. Maar op het moment dat je de oproep doet van jongens, we hebben een stimulans nodig, dan komt überhaupt de stimulans niet. Dus zullen we nooit weten of er uiteindelijk meer in maar is. Maar is die noodkreet niet alleen geslagen toen mensen aangaven niet te willen helpen met bellen? Want los daarvan heb ik het nooit gehoord. Oprecht niet, hè. Ik probeer niet te lullen. Maar gewoon echt naast dat bellen heb ik nooit de vraag om hulp gehoord. En ja, dan als ik daarna dan het verwijt krijg, of nou, ik trek het me dan persoonlijk aan, misschien is dat ook niet helemaal op terecht. We hebben te weinig betrokkenheid gevoeld, ja. Dat is toch jammer. Zeg maar zeker omdat de hulp er altijd wel was op verzoek. Maar de vraag is er niet echt geweest naar mijn idee. Oké. We hebben ook aangegeven inderdaad rondom het bellen van jongens, bedenk dan een andere leuke actie. Mm-hmm. Wat is daaruit gekomen? Nou, ik heb uiteindelijk gebeld. Nee, maar dat hebben we bij de hele groep neergelegd. Mm-hmm. Ja, er is volgens mij niks uitgekomen. Nee, volgens mij ook niet. En dat dus. En kijk, weet je wat het is? We gaan nu over een heel evenement van videoclip tot opnemen nummers. Genoeg promotie, niet genoeg promotie. Ja, we gaan alles er nu bij betrekken.
omdat we in een discussie met elkaar zitten. Maar onderaan de streep denk ik dat we het met elkaar eens zijn. Er had meer betrokkenheid kunnen zijn. En misschien hadden de inwoners dan verder van tevoren betrokken moeten worden al bij de organisatie. Toen we nog het idee hadden dat we meer kaarten gingen verkopen. Dat zou ook heel goed kunnen. En dat we misschien te laat aan de bel hebben getrokken, anderhalve week van tevoren. Maar het moment dat we het hadden gedaan, was er in ieder geval geen input. Misschien dat anderhalve week voor een evenement was. Dat ligt dan bij ons, maar het moment dat we erom vroegen, kwam er niks. Ja. Maar ja, dat is niet de strekking van het hele verhaal. De strekking van het verhaal is dat die hakkenrace, dat het probleem is, betrokkenheid enzovoort enzovoort. Ja, ik voel me er gewoon niet goed bij. Sorry, daar heb ik dan ook te snel over geoordeeld. Zeg maar, ik wist niet dat mensen daar een wezenlijk iets tegen hadden. Mm. Zeg maar, ik denk meer van, hoor, je trekt voor een halve minuut je schoenen aan. Haha, lachen, gieren, brullen en we zijn klaar. Ah, die is lastig. Yes. Uit mijn eigen perspectief kan ik niks meer bedenken dan... Dat begrijp ik wel. Kijk, ik heb dat ook één keer gehad. Toen had ik van die staartjes in. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Nou, misschien Brenda nog wel. Nou, dat was de grootste fout die ik heb gemaakt. En ik ga zulke shit, die out of mijn box is, uit mijn comfortzone, ga ik niet meer doen. Okay. Ook dit niet. Dat is gewoon iets van, doe ik niet meer, prima. En ondanks dat ik, Jordi gun ik het van harte en dat weet hij ook wel. Ik doe aan alles mee, behalve niet aan dingen waar ik me niet lekker bij voel. Nee, en dat is ook een beetje van, ik ga je met hakken, weet je wel. Brein doet vrijwillig, Jens doet vrijwillig, Jens doet vrijwillig, weet je wel. Het is niet dat je wordt geforceerd of zo of wat dan ook. Nou, ze voelt het dus, wel een beetje. Van, doe dan nee, maar dat is dus niet, maar je weet ook zelf dat ik zo niet ben, weet je van, nee. ga forceren ermee. Maar ik zeg wel eens op het einde, weet je van, Gerrit, weet je het zeker? Jij zegt, nee, ik doe het niet. Dan is het ook gewoon prima. Natuurlijk. En dan voor mij is het gewoon, weet je van, je geeft echt gewoon je grens aan, ik ga geen hakken aandoen. Dat is helemaal prima. Het is dus, niet dat het een dodelijk ding is of dat het echt verschrikkelijk is. Nee, maar het is gewoon iets wat ik liever niet heb. Nee, als je niet fijn bent, moet je het niet doen. En dan vind ik het gewoon een beetje raar of zo dat dan de helft van de groep een beetje daarop in zit te praten. En denk van, joh, maar ik zeg gewoon, ja, ik wil hier gewoon niet aan meedoen. Nee, maar dat maar ik ben er wel bij en dat vind ik het belangrijkste. Dat gewoon de hele groep er ook bij is. Dus dat alles gefocust is op die hakkenrace. Ja. Dat vind ik gewoon het belangrijkste. En voor de rest, ik doe er niet aan mee. Maar ja, of dat nou meer of minder promo is, dat maakt toch allemaal gereed uit. Denk ik. Dit is meer gewoon een discussie geweest tussen jullie twee. Ja, maar ook Andrea, die gaat zich even mee bemoeien en zo. Nou, dat denk ik. Alle bak. Kijk, als je het niet wil, dan... Ja, als je niet wilt, dan... Het team. Ja, Gerrit de Haan mag wel. Wat zei je? Nee, dat is laat. Hey, Pippi Lankers krijgt een nieuwe film, hè? Hij is 6. Maar ik heb al een stukje. Jij hebt een stukje. Oh ja.